Google en Facebook. Die beheren eigenlijk zo'n beetje het hele internet. En nou, misschien heeft u ook wel NRC Weekend gelezen, zaterdag editie. Grote letters op de voorpagina. Google geeft alles weg als je niet oplet. Wat blijkt nou? De hoofdredacteur technologie, die was dus zelf al zijn data kwijtgeraakt aan Google. Nou ja, als hij er al geen grip op heeft, hoe kunnen wij dat dan nog doen? Daar gaan we straks over praten met Peter Olstoren. Maar Google is niet alleen maar de zoekmachine. Het is ook YouTube. En ze willen eigenlijk het hele internet voor u gaan vormgeven. Met reclame, op maat natuurlijk, daar wordt het van betaald. En soms krijg je ook reclame die relevant is, maar ze willen een stapje verder. Zij weten u zo goed te kennen, dat ze ook dingen weten te vertellen die u zelf nog niet wist. U gaat adviseren, begeleiden in het leven. En daar gaat het volgende filmpje over. Here at Google, we consistently seek out new ways to improve your quality of life. We try to find solutions to problems you didn't even know you had. We delved deep into your personal life and found that something was missing. Introducing Gmail. Yes, we've created the perfect mail. Of course I'll go with you to the baby shower. But don't forget, we also have your sister's birthday dinner that night. I would have totally forgotten about that. Thanks, Gmail. Of course. The last time you made a sandwich, I noticed you used mustard. Thanks, Gmail. Hey, have you seen my keys? Found them. Found it. Aquí está. Hey! Hi. Hi. Come on in. Welcome. Thanks. Come meet everyone. I think you are gonna fit in right here. And then he told me if I bought them today, that I get the second pair half off. So that's how I wound up with the blue shoes. Based on my active listening and picking up on your keywords, I understand that daffodils are your favorite flower. You have a strained relationship with your mother, and blue is your favorite color. You're a really good listener. Here at Google, we're really good listeners. No, Mom, I told you, that stuff takes like 7 days to work. I really... Sorry, couldn't help but eavesdrop. Monistat 3 is on sale at CVS for $3. Here's a coupon. Oh. Thanks. Your mom's gonna love those pictures. You should probably also include Great Aunt Janine. Yeah. I didn't know you knew Great Aunt Janine. Her birthday's March 14th. How are things with Gmail? Yeah, how are things with Gmail? Oh, hey! Hi! How'd you find me? Well, this is one of your last 5 destinations. Oh. Okay. You're gonna make your goal wait. That was Portia. I think it's her right. No, it's left. Are you sure? Because according to the map. Please, what's this from? 2010? That's the house, right? Yes. But how? That's street view. And after the gym, I went to happy hour with Steph, and yeah, that's how my day was. Based on your keywords, I've determined you're having an affair with Sam. What? Where'd you get that idea? I'm a really good listener. Google is taking the guesswork and confusion out of what you need in a relationship. Because how can we give you everything you need if we don't listen to everything you say? Goed, Google. Ja, en dankzij YouTube hebben we ook dit filmpje. Dat is natuurlijk wel het leuke van Google. Ze kunnen ook wel kritisch zijn naar zichzelf. Nou, vanavond hebben we dus een aantal mensen die data van u verzamelen. Die hebben wat uit te leggen. Maar we hebben natuurlijk ook een hoop mensen die daar onderzoek naar doen en daar flink kritisch over zijn. Nou, ik denk dat we nu al een van de grootste criticasters hebben op dit gebied. Het is namelijk de schrijver van De Macht van Google en De Macht van Facebook. Dames en heren, hartelijk applaus voor Peter Olstoren. Peter, welkom hier bij Tech Talk Late Night.
Twee geweldige boeken. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het hartstikke leuk om te lezen. Er zit ontzettend veel feitenmateriaal in. Mm-hmm. Allemaal geeltjes zitten erin. Ja, ik heb het ook goed gelezen, zie je dat? Wat ga je ermee doen met die informatie uit dat boek? Ga je overhoren. Ah, nee hoor. Nee, dit is meer mijn eigen aantekeningetje, zo, dat ik een beetje weet waar het allemaal over ging. Maar we beginnen bij Google. Wat ik wel interessant vond, is... Je hebt die jongens een keer ontmoet, hè? Want Page en Brin, hè, dat zijn twee van die Harvard-nerds, die zijn eind jaren 90 ermee begonnen. Die wilden gewoon de grootste zoekmachine ter wereld hebben. En in 2001 ontmoet jij Sergey Brin als onderzoeker. Mm-hmm. Wat vroeg jij hem toen? Nou, het was op een beurs in New York, ik denk 2000 of 2001 ongeveer. En de belangrijkste vraag die ik hem te stellen had, Sergey Brin, hè, dat was het geweten ook van Google nog steeds. En ik vroeg hem... Gebruikt de CIA jullie data? En hij antwoordde met een stalen gezicht. Ja, ik denk dat ze bij de CIA ook googelen. Maar nee, dat bedoelde ik niet. Maar mijn Engels en mijn doortastendheid als journalist was niet goed genoeg om door te dringen. Hij bleef maar met een stalen gezicht naar het filmpje is nog terug te zien. En dan merk je dat ik tekort schiet. Maar die vraag was natuurlijk heel goed verzonnen toen al. Hè, dat iemand alleen al op het idee kwam. Maar ik faalde om daar een goed antwoord op te krijgen. En dan heeft een vraag meestal ook geen zin. Nee. Want kan de CIA meer zien dan wij via Google? Daar worden op het ogenblik wetten voor gesmeed in de Verenigde Staten. Maar ik denk dat er in de praktijk dat er al meer dingen gebeuren, ja, waar wij niet helemaal zicht op hebben. Trouwens ook in Nederland. Ja. Nou, ik denk dat Google er zelf misschien ook niet zo blij mee is. Ze willen vooral veel van ons weten om spullen te verkopen. Sinds die periode heb je geloof ik iets van 1000 artikelen geschreven over Google, ook dit boek. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is, maar ik vraag het je toch. Wat weet Google over ons? Kunnen opsomming geven? Wat weten ze allemaal als wij YouTube, Maps gebruiken, Gmail, alles en nog wat? Wat weten ze van ons? Nou, ik zal het vanwege de tijd samenvatten, maar ze weten meer van jou dan je partner. Ja. Omdat, en dat is eigenlijk wat onderliggend is... Want ik ben een grote fan van de club die hiervoor was, hè, DDMA. Dat is echt een hele goede organisatie, doet er ontzettend de best. Maar die hebben wel leden die ook een heel klein beetje creepy zijn, hè, stiekem. Van een van hun grootste leden kreeg ik nog vorige week een e-mail. Dat was het Nationaal Consumenteninstituut, afzender. Nou denk je dan, hè, betrouwbare club. Dat was hier reinste spam. Zo moet je eigenlijk ook omgaan met data die je verstrekt aan Google. Want... De laag waar het eigenlijk om gaat in de komende 10 jaar... is niet alleen, hè, wat ze feitelijk weten. Dus welke zoektermen je intikt, welke filmpjes je bekijkt... wat je met elkaar, met wie aan Gmail uitwisselt. Trouwens ook de tijdstippen waarop je dat doet. Hè, daar kun je alleen al een heel leven uit samenstellen, zeg maar. Maar vanuit dat gedrag wat jullie daar neerleggen... kun je ook psychologie en antropologie en een heleboel wetenschappen gaan toepassen... Econometrie, niet te vergeten, om je koopgedrag te bepalen. Wat voor mens je bent, wat voor karakter je hebt. Ik heb als iemand van Microsoft gesproken en die zei... als jij naar Hongkong gaat morgen, dan weten wij binnen een kwartier... dat jij daar aan het terminal zit te tikken. Want jouw tikgedrag, alleen al de letters natuurlijk, het Nederlands... wat je zoekt op het toetsenbord, jouw tikgedrag is uniek. Maar niet alleen uniek vanwege je taal, maar ook uniek ben jij onder die 13 miljoen Nederlanders. Er is niemand die zo tikt als jij. Dus binnen een kwartier weten wij dat. Dan ging ik er even vanuit dat Microsoft dat niet allemaal online vastlegde, in tegenstelling tot geruchten die daarover gingen. En maar om even aan te geven, wat je doet, dat zegt een heleboel over je gedrag, over jouw psychologie, wat je voor mens bent. Maar kunnen ze dan bijvoorbeeld ook dingen over mijn gedrag voorspellen, zonder dat ze weten dat ik Chris ben? Het is een soort anoniem profiel, ja. Dus dan verzamel je eigenlijk geen persoonsgegevens, maar het heeft wel effect op wat ik... Ja, nou, dat is de grote strijd die momenteel gaande is. Google heeft nu een jaar of 10 alles op IP-nummer verzameld. De IP-nummer is eigenlijk het nummerbord van je computerverbinding, hè, met internet, net als het nummerbord van je auto. Ze hebben niet goed gekeken wie er in die auto zat. Dat vonden ze niet zo belangrijk, nee. Dat mochten ze ook niet. En dan konden ze ook min of meer privacy-wetgeving nog wel ontduiken. Nou, er is wel eens gezegd, een IP-nummer is ook een persoonsgegeven, maar dat is nooit zo heel hard gemaakt. Maar toen kwam Facebook, en daar gaan we het straks pas over hebben, maar Facebook weet alles op naam, hè, want die heeft een real name policy. Hè, dat betekent dat je alleen met je echte naam je daar kunt aanmelden. Nou ja, goed, er zijn 80 miljoen accounts van de 950 miljoen, zijn er 80 miljoen ook fake accounts en van spammers en zo. Maar laten we er even uitgaan, iedereen van ons zit daar met zijn eigen naam op. Daar is Google enorm van geschrokken.
Want Google dacht, verdikke me zeg, straks hebben wij een achterstand op Facebook. Want Facebook weet per persoon wat er allemaal gebeurt. En wij als Google weten dat niet. Toen als de sodemieten zijn ze begonnen met Google+. En ook een soort sociaal netwerk. Daar hebben ze alle diensten aan gekoppeld. Hebben ze op een fantastische manier gedaan. Echt heel slim. Maar niet alleen om ons van dienst te zijn, maar vooral natuurlijk om meer reclame te kunnen verspreiden. En dat is een model waar wij eigenlijk mee akkoord gaan. Wij vinden het best, wij betalen met onze data. Nou, ook niks mis mee. Het is een stilzwijgende afspraak. Want ik heb voor mijn Facebook heb ik een kleine enquête gehouden. Stel, je moet gaan betalen. Dat zou dan ongeveer, had ik uitgerekend, €5 per jaar zijn om Facebook te gebruiken. En dan krijg je geen reclame. En dan had ik verzonnen, €15 per jaar, dan verzamelen ze ook geen data van je. Dat is ongeveer de beurswaarde van jou als lid van Facebook. Als deelnemer aan Facebook en als gebruiker van Google ben je nog veel meer waard. Omdat Google's omzet 6-7 keer zo groot is als van Facebook. En niemand wilde dat. Niemand wilde voor betalen. Liever die gegevens, want ja, dan is het toch gratis. Wij maken allemaal gratis gebruik. Nog even terug naar Google. Mm-hmm. Want wat je net zei is wel interessant. Dat vroeger hadden ze dus via dat IP-adres, dan wisten ze van, nou ja, dat is die computer met cookies. Hè, daar hadden we het net over. Mm-hmm. Dan kun je dus laten zien van, dan kun je... Ja, wachtwoord. Ja. Raad je nooit. Dus Chris 1972. Dat is wel lekker jong. Toen kwamen ze dus, misschien herkent u dit beeld wel. Was 1 maart vorig jaar. Toen kregen we bij, als je Gmail of YouTube of dat soort dingen openen, kreeg je ineens dit scherm. 1 beleid, 1 Google-ervaring. Nou, klinkt heel mooi. Maar dan gingen ze dus met je Gmail-account eigenlijk alles aan elkaar koppelen. Uh-huh. Dus je YouTube, je Maps, alles wat je bij Google gebruikt. Ik vond het op zich wel prettig, omdat je dan 1 keer die verschrikkelijke gebruiksvoorwaarden, die overigens heel transparant was. Jawel. Er stond ook gewoon letterlijk in, als de Amerikaanse overheid bij ons komt met een verzoek, ja, dan geven we het weg. Dat zeiden ze gewoon letterlijk. En dus 1 keer klik je ja en dan zit alles gesynchroniseerd aan elkaar. Wat betekent dit nou voor ons? Dat we nu met onze Gmail-account inloggen in al die diensten tegelijk? Aha. Nou, dat betekent eigenlijk dat die data van je gebruiksgegevens, die worden niet meer verzameld op IP-adres, maar onder de naam waarmee jij Google Plus gebruikt. En dat is dezelfde naam als Gmail. En vroeger kon je ook... Ik heb een jaar of 4 geleden ook met mensen van Google geïnterviewd. En dan zei ik, nou ja, Gmail, daarmee weten jullie weer heel veel van mij. Zei ze, ja, maar joh, je kunt dat gewoon onder een pseudoniem kun je Gmail gebruiken. Dat zeiden ze toen zelf, wat ik netjes opgeschreven heb van mensen. Laten wij al onder een pseudoniem Gmail gebruiken. Maar goed, IP-adres en alles, ze zijn wel weer slim genoeg om er toch achter te komen wie dat is. En tot op heden is dat niet erg. We ondervinden er geen schade van. Integendeel, met heel veel plezier gebruiken we Google, gebruiken we YouTube. We krijgen reclame. En je kunt dus zeggen, nou, dit is een hele goede overeenkomst. Ja. Dit is de overeenkomst waarmee wij zonder hem te lezen akkoord gaan. Nou, dat is, dan zal het wel goed zijn. Ja, oké. Okay. Toch? Toch? Het is toch... Wie van jullie, mag ik een vraag stellen? Wie van jullie heeft die voorwaarden van Google toen die veranderde in maart? Oh, ja. Wie van jullie heeft die gelezen? Ja, toch een paar kritische mensen. Ja, oké. Okay. En dan zit hier nog een publiek dat geïnteresseerd is. Hier zitten nog de slimste mensen van Nederland op dit gebied. Want anders zou je hier niet zitten bij TikTok. Laat het maar eens gezegd zijn. Ja. En van de 800 mensen die hier zitten, zijn er 8 die... ik tel niet zo goed. Zijn er 8 die dat gelezen hebben? Ja. 9. Jawel, 9, ja. U goed, een vraag. Peter. Ja, we komen straks met de vragen en zo. Nou, je hebt het al een paar keer genoemd. Kijk, dit boek is inmiddels 2 jaar oud. Het verandert continu, heel snel. Dit is een klein halfjaartje uit nu. Aha. De macht van Facebook. Met een leuke ondertitel. Theo, ben je dood of zo? Ja, Theo zat 6 weken. Theo heeft het wereldrecord internet verbeterd. Want hij zat 6 weken achter een terminal met Facebook en Hives open, alle 2. En tot zijn vriendjes en vriendinnetjes erachter kwamen. Theo is niet meer. Ja, maar dankzij Facebook. Als Facebook er niet was, dan had hij er nog gezeten. Nou, precies, ja, dat was ook mijn positieve interpretatie ervan. Hè. Ja. Hij was al lang weggerot als er geen sociale media was geweest. En daarin zie je ook dat die media dus ook heel sociaal zijn. Hè. Na 6 weken dood weten ze iemand op te sporen. Ja, want kijk, jij staat bekend als een criticast. Hè. Dat is ook je rol als mee, journalist. Maar ik hoor je toch ook af en toe wat positieve dingen zeggen. En wat mijn verbazing schetste toen ik de inleiding las van de macht van Facebook, is dat je Mark Zuckerberg je grootste idool noemt.
Nou, toen ik het schrijven was wel hoor. Maar nu niet meer? Nou, nee, maar dan ben je dus alleen met Facebook bezig. Dan word je, als je over een onderwerp zo lang aan het schrijven bent, word je een beetje gek. Maar Mark Zuckerberg, ik vind een fantastische technicus. Ik vind hem echt... Fantastische technicus? Ja, maar ook waarop hij dat, de manier waarop hij dat vormgegeven heeft. Hij heeft een van de mooiste bedrijven van de wereld heeft hij opgezet. Daar heb ik een diep respect voor. Ja. Dat vind ik echt hartstikke goed. En dan is het weer aan regelgevers en aan ons en aan bedrijven om te zien van, vooral bedrijven momenteel, van wat doet Facebook met ons? En ja, dat vinden we boeiend om dat te beschrijven dan. Ja. Wat is er eigenlijk aan de hand? Maar ik heb een enorme waardering en daar wilde ik ook dat boek mee beginnen. Ja. Ik vind het een fantastische vent, net als die jongens van Google. Ja. Daar heb ik echt diep respect voor. Waarom zouden ze bestje? Ik geloof dat ze geschreven hebben, hij heeft het syndroom van Asperger en zo. Nou, dat maakt niet dat ik hem dan een minder mens... Integendeel, dan denk ik, heb je het syndroom van Asperger... en dan nog kan je zo'n fantastisch bedrijf opzetten. Ja, bijna knap. Goed? Ja, misschien juist daardoor. Goed. Nou, jij bent redelijk genuanceerd. Je laat altijd de positieve en de negatieve dingen zien. Ik vind zelf Google fantastisch en Facebook... Ja, ik snap het gewoon niet, sorry. Nou, ik dacht ook dat ik dat boek in 3 maanden kon schrijven. En uiteindelijk ben ik 9 maanden bezig geweest. Juist om die reden. Dit is nog de dunne versie. Hè? We hebben ook een 2 keer dikkere versie. Maar als u veel twittert, krijgt u straks ook zo eentje. Maar ik dacht van nou, ik ga bij een paar jongeren te raden. Misschien dat die mij iets meer kunnen vertellen over Facebook. Want ja, u heeft het allemaal kunnen lezen in de krant. Het liep hopeloos uit de hand. 1 knopje en het hele feest viel in duigen. Goed. Daarom even een paar jonge mensen op het podium. ECP heeft namelijk de Digi Jongerenraad. Het zijn een paar jongeren die gaan mee met bedrijven, die gaan rondkijken, wat vinden ze daarvan. En die vertellen dan terug tegen ons oudere mensen wat ze daarvan vinden. Dus, mag ik even een hartelijk applaus voor de Digi Jongerenraad. Kom even hier. Kimberly, Ninke en Babette. Hey. Nou, welkom. Ik blader meteen even door naar het beruchte knopje. Ja. Dat was deze dus. Want ik dacht eerst van, ik vraag jullie jongeren van, hoe werkt dat? Hè? Kunnen jullie een soort van spoedcursus Facebook-instellingen doen? Toen zeiden jullie van, ja, dat hebben we eigenlijk helemaal niet gedaan. Je moet per post gewoon even goed kijken. Wordt dat publiek of niet? Want dat risico zit er altijd in. En Kimberly, jij kwam meteen met deze knop. Waar ging het mis? Jullie kennen Project X haar of vast wel, was uit de hand gelopen. Merte die wou haar verjaardag vieren en die heeft niet goed op het knopje privé geklikt, zoals je hier ziet vrienden. Dus alleen vrienden had ze op zeg maar vrienden van vrienden geklikt. En toen was het dus fout gegaan dat iedereen kwam, maar zoals je hier ziet is de knop best wel duidelijk. Dus in principe is daar geen cursus voor nodig. Dat is gewoon een foutje, denk ik. Want heb je dat zelf wel eens gehad? Of? Nee, ik had laatst nog mijn verjaardag gevierd en het ging gewoon goed. Als je gewoon goed oplet, dan... Ja, dat is wel beter. Maar wat wel grappig was dat toen ik hun voor de eerste keer sprak, zeiden ze van... Ja, nee, ik heb het allemaal wel goed ingesteld. En toen zei ik van, nou ja, dan willen we eens even kijken hoe jullie er voor mij uitzien. Dus ik had een soort nepprofiel en dan gingen we kijken. En toen ontdekte wel iets heel bijzonders. Weet je nog hoe dat ging? Ja, we gingen zeg maar profielen kijken van de Digiraad. En er bleek dus een paar die dachten dat ze het hadden beschermd. Maar toen zag je even goed nog foto's en je zag je vrienden en ook post. Dus dat was iets anders dan ze dachten. Ja. Ja, klopt. Wel de via uw profiel wat u dan had aangemaakt. Ik weet niet meer precies hoe het heette. Waar we gaan zeg kijken. Zeg maar jij hoor, ik zal hem even laten zien. Ja. Eerst naar mijn profiel volgens mij en dat was afgesloten. En toen zijn we naar jouw profiel gegaan. En het verschilde heel erg, omdat zij dus 18 is en ik nog geen 18 ben. En nu is het zo dat als je onder de 18 bent, automatisch wel beschermd bent. Dat viel wel op, vond ik. Maar werkt dat dan ook andersom, vraag ik me af. Dat je dus tot je 18e denkt, ik ben afgeschermd. En dan word je 18 en hartstikke idee, daar staat ineens een heleboel op het internet. Ja, klopt, als je dat niet weet, is dat zuur. Ja, zeker. Wat is jouw ervaring met Facebook-instellingen? Ja, ik stond dus niet afgeschermd, maar ik heb het gisteren veranderd. Kijk, het is ook een stuk wijzer geworden. Ja, zeker. Maar het fout van het meisje bij Project X, dat snap ik niet echt. Nee. Je merkt binnen een paar mensen dat er veel meer mensen bij komen. Dus dan kan je het gewoon nog steeds afschermen. Ja. Dus ja. Ik denk... Oh, hey Peter, je bent er ineens van. Kun je er even bij, man? Ja. Want wat ik nou wel interessant vond aan jouw boek, De Macht van Facebook... en ik weet niet of jullie dat ook realiseren... er zijn eigenlijk 2... Facebook, hè? Je hebt dan wat je ziet en wat anderen van jou kunnen zien. Maar er is ook van alles wat ze achter de schermen verzamelen.
en allerlei dingen meedoen. Dat klopt toch? Ja. Hoe verhouden die twee Facebooken zich tot elkaar? Nou, het ene is wat jouw vrienden zien, of wat je soms publiek maakt. Hè, omdat je denkt, nou, ik vind het wel leuk als iedereen dat kan zien. En dan hou je er ook wat meer rekening mee. En dan laat je niet alles van je zien als je het publiek maakt. En dan houdt Facebook ook weer, net als bij Google, alles bij wat je op die site doet. Hè, waar je klikt, welke vrienden je neemt, maar ook welke vrienden je wegklikt. Hè, vriend verzoeken. Op welke reclame je soms klikt. Hoe lang je met iets bezig bent. Bij wie je commentaar geeft. Ja, want bijvoorbeeld in je nieuwsoverzicht, hè, wat je ziet, dus die eerste pagina, daar is een selectie gemaakt. Want als ze alles zouden laten zien wat jouw vrienden op Facebook schrijven, dat zou wel erg veel zijn. Dat kun je wel zien, maar ze hebben voor jou alvast een selectie gemaakt. Nou, dat doen ze met software en daar selecteren ze wat zij denken dat jij leuk vindt. Dus van welke vrienden en vriendinnen je nu het meeste wilt zien. En het aardige is, die grote machine op de achtergrond, hè, jij, als ze jou vragen, nou, wie is jouw beste vriendin? Babette. Yeah. Babette, hè, Babette. Maar Facebook weet dat Babette niet jouw beste vriendin is, maar dat eigenlijk jij veel meer interesse hebt in wat Kimberly doet. Dat jij altijd, als je wat ziet, het eerst klikt op wat Kimberly doet. Want je bent veel nieuwsgieriger naar Kimberly dan naar Babette. Ja, ook misschien omdat je van Babette alles weet, want jullie vertellen elkaar alles. Maar dus, vinden jullie dat oké, dat Mark Zuckerberg dat doet? Zich. Dat vind ik niet zo erg dat ze dat weten naar wie ik meer op kijk, maar dat iedereen gaat vertellen. Dat iedereen weet naar wie jij zit te kijken, terwijl je dat niet vertelt. Wat is je favoriete vriendje op Facebook? Jongen? Ja? is dat hetzelfde, anders moet je het niet zeggen hoor, maar is dat dezelfde als je eigen vriendje? Dat is een andere. Ja, ik weet het. Ik heb het niet gevraagd. Maar dat is bij bijna iedereen zo. Degene waar je op Facebook het meeste interesse in hebt, is doorgaans niet helemaal je eigen partner. En Facebook weet dus wie, nou ja, eigenlijk jouw liefste partner is. Is dat erg? Dat klopt niet natuurlijk. Nee, bij jou niet. Nee, maar als je een goede relatie hebt met je partner, dan tel je alles. Nou, ja, sorry, ik ben geen relatietherapeut, maar ik weet wel alles van Facebook. Ja. Als je partner te weten moet krijgen, dan heb je natuurlijk wel een relatieprobleem. Nou, nee hoor. Goed, ik kom zo even bij u hoor, dan kunnen we ook even gezellig meekletsen. Nou, dames, hebben jullie nog een tip voor de mensen? Dat als je zegt, nou, als je op Facebook bent, je moet je privacy-instellingen bekijken, let daar even op. Ja, gewoon naar de privacy-instellingen gaan en kijken wat er open staat en wat er, zeg maar, dicht staat. Ja. Jullie nog? Duidelijk wat ze zeggen. Ja. Ja, en geen vrienden worden met Hans de Pansy de Vries, hè? Nee. Een foute kerel. Oké, hartelijk dank. Dames van de DigiRaad. Ja, natuurlijk hadden we een aantal instellingen gevonden die eigenlijk wel te sappig waren om niet even achterwege te laten. Daar wil ik jouw mening ook wel even over horen. Deze bijvoorbeeld, hè, dat is ook zo'n leuke van Facebook. Dan kom je op Facebook en dan zeggen ze, nou, is veel makkelijker als je toegang geeft tot je Hotmail of Gmail account. Dan kun je je vrienden uitnodigen. Hartstikke leuk. Maar dan slaan ze op. Die adressen die je erop zet. En als die mensen dan in de toekomst op Facebook komen, hè, hier hebben we bijvoorbeeld Frank van der S, die geeft alles een handel daarin, en daar stond Hans Pansje de Vries, stond daar ook in. Toen Hans Pansje de Vries online ging, zeiden ze, hey, ken jij toevallig Frank van der S? Nou, hoe weten ze dat nou? Nou, toen hebben we nog een schepje erbovenop gedaan. Ik heb Hans aangemaakt op een computer waar ik normaal niet op werkte. Alles totaal anders gedaan, andere foto, andere plek, ander IP-adres, behalve mijn 06-nummer. Dat had ik er wel in gezet. En jawel, mijn allerbeste vriend, Dietrof Segers. Zit je in het publiek, Dietrof? Dat is niet zo van de privacy. Die kwam meteen... dat jij dat maar weet. Die kwam meteen als eerste suggestie boven. Dus daar doen ze ook iets mee. Nou, we Facebook geprobeerd te benaderen om daar iets over te vragen. Nee, daar gaven ze geen antwoord. Maar doen ze dat soort dingen, Peter? Ja, dat is het beroemde matching. Hè? Dat is de hele industrie draait om matching, om profiling. En dat alle wetgeving... Ten spijt lopen we zo met wetgeving zo ver achter op wat in de praktijk mogelijk is. Ja.
Alleen komt er wel een nieuwe Europese wet. En daar is Facebook wel een beetje bang van. Google ook, maar Facebook nog veel meer. Dat ze je eerst moeten gaan vragen of ze data over jou mogen gaan verzamelen. Nou zei een keer mevrouw van Google mij, dan geven al die kinderen een ijsje. En dan zeggen ze ja, bij wijze van spreken. Dus ze verleiden je met iets. Net als een heleboel mensen in Nederland al, als het een prijsvraag is, al hun data invullen, want dan kunnen ze een iPad winnen. Dus in een heleboel databanken in Nederland sta je al met gegevens zonder dat je het weet. En Facebook is nog, daarmee vergeleken, nog een zeer net bedrijf. Ja, nog zo eentje, als ik zelf in mijn eigen profiel ging zoeken. Dit is zo'n instelling die is diep verborgen, maar je staat dus letterlijk, als vrienden van mij nieuwe apps installeren, mogen zij dus ook mijn persoonsgegevens doorgeven aan die apps die dus niet van Facebook zijn, maar daarin komen. Nou, dan is bij mij de lol wel weer vanaf. Dan krijg je allerlei vervelende reclames. Maar het is toch fijn dat iedereen van elkaar alles weet? Dat is toch transparantie? Toch? Ja. Dat is toch goed? Is ook fantastisch. Dus daarom dacht ik, we geven deze boeken weg aan mensen die wat leuks doen. Mensen die leuk twitteren, mensen die veel twitteren. Uh-huh. Er zijn ook een aantal mensen die hebben ons geliked. Ik heb een vriendin die zei van, je moet wel een Facebookpagina maken voor TikTok hoor. Okay. Dus we hadden 13 likes. Top. Ja, ik doe er gewoon niet zoveel mee. Dat liep een beetje op naar 30, 33. En toen dacht ik, is misschien wel leuk voor het programma. Ik pik gewoon het profiel eruit dat ze privacy het slechtst heeft ingesteld. Want ja, dames en heren, iedereen die mij geliked heeft, heb ik even gekeken. Er zijn mensen, die zie je alleen een profielfoto, dat is standaard. En de naam, dat is ook standaard. Er zijn mensen bij wie ik kon zien welke vrienden zij hadden, waar ik ook weer kon doorklikken naar hun vrienden. Dat is ook hartstikke leuk. Maar de absolute winnaar van deze avond is toch wel Dick Alders. Ben je er? Oh, dit is Dick Alders. Kijk eens aan. Ja, maar even een muziekje erbij. Kom op. Nee hoor. Hey Dick, kom er even bij om je boek in ontvangst te nemen. Hallo. Ja, ik ben Dick Alders. Kijk, hij staat daar. Nou, ik heb alleen de bovenkant laten zien. Want als je naar beneden scrollt, je kan echt alles zien bij jou. Vind je het goed dat ik daar een vraag over stel? Ja, ik vind het prima. Waarom ben je weggegaan bij de politie? Ja, dan geef ik liever geen antwoord op. Nee, zie je nou wel. Instellen dat ding. En het digigraad kun je er ook al bij helpen. Hier heb je boek, alsjeblieft. Er staat alles in. Goed. Nou, hier willen we natuurlijk eindeloos over doorkletsen. U heeft hem inmiddels in de gaten. Boeken kunt u winnen. Die liggen ook beneden liggen ook allerlei brochures van interessante dingen. Hè, van dat filmpje wat we lieten zien van het Museum voor Communicatie. Allerlei handleidingen, boeken van ons liggen daar beneden. Maar ik wil zo even de mensen zelf aan het woord laten. Peter, tot slot. De macht van Facebook, de macht van Google. Mm-hmm. Nummer 3 wordt de macht van Apple. Amazon? Ja. Oh, dat wordt dan wel spannend. Komt naar Nederland toe binnenkort. En die wordt hier in Europa nog ontzettend onderschat. Oké, daar zien we naar uit. Van meemaken. Ja. Hartelijk dank. Peter Olsthoorn. Dank je wel.